Reusachtige honden hebben allerlei eigenschappen. Luidruchtig, eng, sterk. Ze kunnen ook onstuimig, venijnig of opgewonden zijn. Nou, je gaat niet geloven wat deze gigantische hond deed toen hij sprong naar deze jonge jongen op straat. Deze enorme honden zijn echt ongelooflijk. Vooral nummer 4. Blijf kijken om te ontdekken wat er gebeurt. De Fishers en hun Newfoundlanders. Je hebt misschien al eerder van de Fishers gehoord. Ze zijn nogal populair omdat ze hun leven op het internet documenteren en in dit verhaal komt één van hun jongens aan bod. De populariteit van de Fishers is vooral te danken aan hun 3 ondeugend grappige jongens, Tegan, Cruz en Lennox. Maar er zijn ook enkele andere geliefde leden van de familie, hun 2 reusachtige Newfoundlanders, Boss en Ralphie. Deze geweldige dieren zijn behoorlijk geliefde vrienden van de jongens geworden en ze zijn onafscheidelijk. Maar wat ze uiteindelijk met Cruz deden is helemaal onvoorstelbaar. Op een dag had Cruz een honkbalwedstrijd op school en het hele gebeuren was erg belangrijk voor hem. Wat betekende dat hij toch wat zenuwachtig was. De familie maakte zich klaar voor het evenement en legde de spullen de avond tevoren in de auto om er een stressvrije ochtend van te maken. Terwijl Boss en Ralphie vaak met de kinderen meegingen op hun avonturen, was dit er eentje die ze helaas moesten missen. Tot grote teleurstelling van de hele familie, inclusief de honden. Elke hondeigenaar weet hoe erg een hond het vindt om alleen thuisgelaten te worden. Dus haasten deze 2 honden zich, zonder uitnodiging om erbij te zijn, naar buiten om van iedereen afscheid te nemen, vooral van Cruz. Ze stormden de straat op en richtten hun blik onmiddellijk op het jongetje, voor ze naar hem toe renden en hem prompt op de grond duwden. Maar waarom? Natuurlijk om hem geluk te wensen. De kleine Cruz werd in zijn honkbaltenue op de grond geklemd, terwijl beide honden hem met liefde en likken overgoten om hem geluk te wensen voor zijn grote wedstrijd. Dat is zeker een kus die ik niet zou weigeren. Gelukkig was Cruz ongedeerd door de aanval van de honden, hoewel hij daarna onder het kwijl hing. Ondanks dat ze hem op de grond hadden geduwd, zijn de honden heel braaf met de jongens en weten ze wanneer ze moeten stoppen. Cruz heeft zijn hele leven in hun buurt doorgebracht en de honden zijn eraan gewend zachtaardig met alle 3 de jongens om te gaan. In feite worden Newfoundlanders vaak beschouwd als een van de beste hondenrassen om bij jonge kinderen in de buurt te hebben, omdat ze zo'n zachtaardig karakter hebben. Ik weet dat hun enorme omvang en uiterlijk iets anders doet vermoeden, maar het is waar. Newfoundlanders zijn doorgaans niet gemeen en zijn een heel ontspannen ras. Ik denk dat de familie Fisher je dat beter kan vertellen dan ik. Knappert en het beest. Dit onwaarschijnlijke paar, dat de bijnaam Knappert en het beest kreeg, kon geen betere vrienden zijn, ook al zouden ze het proberen. Carly Weir en haar echtgenoot Michael Ahmed waren nogal bezorgd toen ze hun dochtertje Mary Ahmed ter wereld brachten. Hoe zou deze baby het opnemen tegen hun 90 kilogram zware Duitse dog, Rome? En hoe zou Rome reageren op deze baby die in de familie kwam? Heel goed, verrassend genoeg. De angst dat Rome te onstuimig zou zijn was volkomen onnodig, want het koppel beweert dat het liefde op het eerste gezicht was toen hij Mary zag. Zijn gebruikelijke persoonlijkheid van stuntelig en opwindend gedrag verdween onmiddellijk en hij ontpopte zich al snel tot een zachtaardige reus in de buurt van Mary. Sinds de ontmoeting zijn de 2 onafscheidelijk. Carly en Michael zijn er meer dan van overtuigd dat hun gigantische hond Rome ervan overtuigd is dat de peuter een piepkleine pup is. Maar misschien is hij alleen maar onder de indruk van de baby. Verbazend genoeg staat hij nu bij de familie bekend als de waakzame oppas van Mary, want hij laat de peuter niet uit zijn buurt verdwijnen. Hij houdt haar voortdurend in de gaten voor het geval ze hulp nodig heeft of zelfs gewoon behoefte heeft aan een knuffel. Volgens Carly en Michael zijn de 2 altijd samen knuffelend of spelend te vinden, of delen ze hun eten met elkaar. Het is zeker een 1 voor Mary, 1 voor Rome aan de eettafel voor deze 2. Blijkbaar brengt hij er zelfs wat van zijn hondenkoekjes als beloning voor het feit dat ze hem wat van het avondeten geeft. Hoe schattig is dat? Ze zijn echt schattig samen. Carly zegt, Rome was nog nooit in de buurt van kinderen geweest. En omdat hij nog zo jong en onstuimig was, waren we een beetje ongerust. Maar toen we hem naar Mary brachten, was het liefde op het eerste gezicht en sindsdien heeft hij voor haar gezorgd. Hij is helemaal in zijn rol getreden, hij zorgt echt voor haar. Hij is de beste grote broer en een geweldige oppas. Carly vertelt ook hoe Rome met zijn reusachtige hoofd op de buik van Mary rustte en naast haar bedje zat en toekeek hoe ze sliep toen ze nog maar een baby was. Zijn onafgebroken aandacht voor Mary gaat gepaard met een zachtaardig karakter. Daardoor grapt het koppel vaak dat hij doet alsof hij zo groot is als een spaniel. Blijkbaar moeten Mary en Rome altijd bij elkaar in de buurt zijn. Een avondje film kijken? Je vindt Mary tegen de borst van Rome aan al knuffelend op de sofa, terwijl ze echt gelukkig zijn in elkaars gezelschap.
Zo vertederend. Carly zegt dat ze soms denkt dat Mary denkt dat ze meer een puppy dan een peuter is. Als je bedenkt hoe tevreden ze is om bij Rome rond te hangen en van alles van hem te leren. Verrassend genoeg heeft Mary niet alleen Rome in haar leven. De familie heeft ook nog een 5-jarige Duitse dog, Bo genaamd. Bo is ook ontzettend goed met Mary en aanbidt haar helemaal. Maar het is zeker dat Mary en Rome die levenslange beste vrienden zijn. Wie had gedacht dat een baby en een gigantische hond boezemvrienden konden zijn? Zijn ze niet schattig samen? Dit volgende verhaal over een bijzondere vriendschap tussen een jongen en zijn hond zal zeker je hart sneller doen slaan. Regan en Sawyer. De bijzondere vriendschap van Regan en Sawyer veroverde de wereld omdat ze samen zo ontzettend schattig zijn. Vanaf hun eerste ontmoeting werden ze op slag verliefd op elkaar en waren ze vrijwel onafscheidelijk. Laat me je het verhaal vertellen van hoe deze twee vrienden elkaar ontmoeten. Regan was de labradoodle van de pleeggrootmoeder van Sawyer, Cyridov, en Sawyer was erg opgewonden om Regan voor de eerste keer te ontmoeten. Sinds die dag zijn de twee goede vrienden geworden. Sawyer volgde Regan overal als peuter en Regan was er snel bij om hem met kusjes te overladen en te proberen met hem te spelen. Enorm schattig dit. Sawyer werd in 2018 geadopteerd door Carrie en Zach Lewis en het koppel adopteerde later een zusje voor hem, Stella. De beide kinderen werden hals over kop verliefd op de pup van oma en al snel hadden ze ook een nieuwe hond om mee te knuffelen. Toen de broer van Carrie, Justin, een nieuwe doodle adopteerde, Lincoln werden 3 er 4. Je ziet de 4 vaak bij elkaar in passende outfits op de @ReaganDoodle Instagram pagina met onderschriften als "Wij doen het zoals tweelingen". Volgens de familie was Stella net zo verliefd op Regan als Sawyer. De beide kinderen vonden het heerlijk om hem overal te volgen en hem met liefde te overladen. Stella vindt het vooral heerlijk om hem kusjes op de neus te geven. Sinds hun bekendheid heeft Cyridov 3 kinderboeken uitgegeven, geïnspireerd door haar geliefde Regan en de vriendschap die hij deelt met haar kleinkinderen. Bovendien brengt ze ook een jaarlijkse kalender van haar hond uit die al meer dan $60.000 heeft opgebracht voor kinderen in pleeggezinnen zoals haar kleinkinderen. Er is echt iets heel bijzonders aan de blijvende liefde tussen een hond en een kind, nietwaar? Dudley en Lucy. De vriendschap tussen deze kinderen en deze twee gigantische beesten is bijna ongeloofwaardig. Maar ik verzeker je, het is echt. Dudley en Lucy zijn de enorme Berner Sennenhonden van dit gezin. Maar voor Ruby en Sonny, de kinderen, zijn ze gewoon Biggie en Wooster, hun beste vrienden. Deze abnormale vriendschap ging viraal in 2016, toen het aan de honden en de kinderen opgedragen Instagram-account populair werd. En ik ben blij dat het gebeurde. De foto's en de video's die van de 4 gedeeld worden zijn absoluut schattig en staat vol met hun 4 die allemaal spelen en knuffelen. Een commentator die ze de schattigheidsbrigade noemt, had het niet beter kunnen verwoorden. Terwijl sommige mensen zich afvragen waarom ouders hun kinderen in de buurt van zulke grote honden laten, hebben de ouders van Ruby en Sonny duidelijk niets om zich zorgen over te maken. Ze vertrouwen deze honden volledig aan hun kinderen toe. Het Instagram-account laat zien wat voor zachtaardige reuzen de honden zijn en het ras Berner Sennenhonden staat er ook om bekend zachtaardige reuzen te zijn. Dit ras is geduldig, verzorgend en kalm, zodat vaak gedacht wordt dat het geweldige huisdieren zijn om rond jongere kinderen te hebben. Baron. Als je dacht dat de vriendschap van Dudley en Lucy schattig was, wacht dan tot je hoort over deze Duitse herder. Deze herder, Baron, is een ongewoon vriendelijke hond die dol is op zijn gezin. Maar hij heeft duidelijk een voorliefde voor de jongste in zijn gezin, Alexander. Zonder twijfel is Alexander zijn beste vriend en de manier waarop hij zijn liefde voor hem toont is zo schattig dat ik niet zeker weet of je het zult geloven. Het heeft alles te maken met de altijd zo moeilijke routine om te gaan slapen. Terwijl de ouders van Alexander een beetje bezorgd waren over de overgang van hem in zijn eigen bed leggen, wist Baron dat ze zich geen zorgen hoefden te maken. Hij zou helpen met de bedtijdroutine van Alexander om het voor hem wat minder intimiderend te maken. Dus elke avond zorgde Baron ervoor dat hij er was en klaar stond om Alexander met het hele proces te helpen. Niet alleen hielp en spoorde Baron Alexander aan zijn speelgoed op te bergen, hij begeleidde hem ook naar bed. En je gelooft het misschien niet, hij stopte Alexander in voor de nacht. Hoe schattig is dat? Het is ongelooflijk dat sommige mensen denken dat grote honden niet de liefste zielen ter wereld zijn. Zoals je ziet, zijn ze dat allemaal. Ik heb altijd meer van grote dan van kleine honden gehouden, vanwege hun maffe persoonlijkheden, maar vooral om hun grote hart. Heeft iemand van jullie grote honden en zo ja welke? Bedankt voor het kijken!